Ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 16 Ultimate Team coins? Ga dan naar fifacoinsfc.com en gebruik de code DNPNL voor 5% korting. Naast de supergoedkope prijs hebben ze ook een instant delivery system, wat dus betekent dat als je bestelt, je coins binnen 2 minuten krijgt. Veel plezier met de video! Hallo met je koel van op de snel met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier eindelijk met mijn nieuwe serie. Het heeft echt super lang geduurd, maar hopelijk is het allemaal waard. Mensen, ik wil jullie welkom heten bij Ronaldo's Roulette. Jullie zagen het natuurlijk al in de titel staan, maar ja, het is er eindelijk. En ik heb echt zoveel zin om deze serie te starten. Ik ga meteen uitleggen hoe de serie werkt en daarna gaan we meteen een potje doen. En dan mogen we daarna meteen aan het roulette-rad draaien, wat echt super nice is. In ieder geval is het aan het roulette-rad. Of is het roulette tafel? Of is het roulette tafel, de hele tafel waar ook het ding op zit? Ik weet het niet. Laat even achter hoe echt zo'n draaiding heet. Is dat een roulette rad? Noem je dat zo? Dat weet ik niet precies. In ieder geval, eerst ga ik dus heel even de spelregels uitleggen. Wat jullie hier nu zien, dit is een korte uitleg van wat er gebeurt. Ronaldo's roulette. Ik heb Ronaldo en niet zomaar Ronaldo. Ik heb Team of the Year Ronaldo gekocht. En daarmee ga ik deze serie starten. Je ziet nu de spelregels in beeld. We gaan gewoon een potje spelen. We spelen gewoon de hele serie spelen potjes. En als ik 0 goals score met Ronaldo, moeten we één keer zeg maar aan het ja, roulette. Hoe noem je zo'n ding? Het is zo irritant, ik niet weet hoe zo'n ding heet. Oké, ik noem het wel even het roulette. Nee, het heet sowieso niet rat. Dat is echt heel dom. Het is geen rat. Laat het anders verwoorden. Bij 0 goals van Ronaldo in een potje moet ik aanschuiven aan de bronzen roulette tafel. En mag ik één keer draaien. En zoals jullie zien, de bronzen roulette tafel die jullie nu gaan zien, heel erg mooi. Dit is dus de bronzen roulette tafel. En jullie zien dat er allemaal bronzen spelers zijn. Pak ik een speler, verdwijnt die speler, komt er een andere speler voor in de plek. Het is allemaal niet zo moeilijk. Maar zo, ja, ik moet gewoon niet nog scoren. Want je hebt eigenlijk heel weinig aan bronzen spelers, zoals jullie weten. Alle BVJ-spelers zitten in het spel. Dus dat is leuk om te weten voor jullie. In ieder geval, score ik 1 goal met Ronaldo in een potje, dan mag ik aan de zilveren roulette tafel aanschuiven. En die ziet er zo uit. Zul je zien, zilveren spelers. Hier begint al iets beter te worden. Ook nog niet heel bijzonder. Maar in ieder geval wel iets beter. En nu begint het echt leuk te worden. Als ik 2 goals score met Ronaldo Team of the Year in een potje, mag ik aan de gouden roulette tafel aanschuiven. Dit is de gouden roulette tafel. Er zijn nog heel veel non-rares. Ik zit er aan te denken om als er een non-rare eruit gaat, er sowieso een rare in te zetten. Want er zijn echt ongelooflijk veel gouden spelers. Als ik alle gouden spelers wil vrijspelen, ben ik waarschijnlijk een aflevering of 300 bezig. Alleen, daar moet ik er even over nadenken. Laat even in de comments achter wat jij ervan vindt. Want zeg maar, als ik nu een non-rare weghaal en een nieuwe non-rare voor in de plaats zet, dan duurt het echt heel erg lang en dan komen er nooit goede normale gouden spelers. Dus ja, laat het even achter. Laat het ook even achter in de comments. Ja, wat jullie van deze serie vinden. Kijk hem eerst even de video en laat het daarna weten. Zou ik echt super aan vinden. En heb je nog ideeën om de serie te verbeteren? Laat het ook zeker achter met jullie feedback. Wordt de serie alleen maar beter. Maar we zijn er nog niet. Als Ronaldo een hat-trick weet te scoren, dan mogen we aanschuiven aan de speciale roulette tafel. En de speciale roulette tafel ziet er zo uit. Holy shit, super nice. Alleen maar special cards. Gaat er een special card weg, komt er een nieuwe special card bij. Road to 99 Messi, 99 Messi en 98 Ronaldo in één team. Dat zou echt een dream zijn. Maar dan moet ik dus wel 3 keer scoren met Ronaldo, wat op zich best lastig is. Maar in ieder geval mensen, dit zijn dus de standaardregels. Maar ik heb ook nog 2 speciale regels. Die, ja, een soort van specials zijn dat. En die zie je nu in beeld. De eerste regel is met likes. Halen wij 2000 likes op deze aflevering, mag ik de volgende aflevering nog 1 keer draaien aan de bronzen roulette tafel. Ja, ik ga niet de hele tafel draaien, maar dat dingetje. Dat is dus super awesome, want dan, ja, heb je gewoon een extra speler aan het begin van de aflevering. Halen we de 4000 likes, mag ik aan de zilveren roulette tafel. 6000 likes, een gouden roulette tafel. En 8000, eigenlijk vrijwel onmogelijk. Maar als we dan toch ooit halen, dan wordt het ook beloond met dat we dus sowieso een informatie speler bij ons team krijgt, wat echt super awesome is. Daarnaast is er elke aflevering 1 speciaal fiche en die wordt gekozen door jullie. Hoe wordt die nou gekozen? Als je een comment achterlaat met een nummer van 1 tot en met 36, dan kies ik daaruit de meest gelikte comment en daar komt de volgende aflevering dan een fiche op. En als ik dan bijvoorbeeld aan de gouden tafel zit en ik draai en het fiche ligt op 15 en ik krijg ook 15, dan mag ik nog 5 keer extra aan het gouden ding draaien. Maar het is super awesome als ik bijvoorbeeld aan de speciale roulette tafel zit en dat ding ligt op 30, dat fiche. En dan gooi ik ook 30, of dan draai ik 30. Dan komt 30 uit, zo kan ik beter zeggen. Dan mag ik nog 5 keer extra aan de speciale roulette tafel draaien, wat echt super awesome is. En dit houdt natuurlijk ook echt super spannend, dus laat vooral een getal achter in de comments. En vergeet de video niet te liken, want 8000 likes, ja, ik denk niet dat het gaat lukken. Maar 4000 likes moet zeker lukken en dan mogen we aan de zilveren roulette tafel draaien. 8000 zou echt insane zijn en dan mogen we gewoon
volgende keer aan het begin van de aflevering al aan de speciale roulette tafel. Wat echt super awesome is. In ieder geval, dit is de uitleg van de serie. Heb je nou nog vragen en dus of verbeteringen? Laat het dan zeker achter in de comments. Ik ga er sowieso veel mee doen. Maar ja, ik vind het echt... Ik heb er zoveel zin in. En we gaan gewoon beginnen met het allereerste potje. Team of the Year Ronaldo. Ik heb er ook nog geen één potje mee gespeeld. Dus ik ben echt super benieuwd hoe die speelt. Hopelijk kan je er gewoon 3 scores. Dat we straks lekker gewoon aan die speciale roulette tafel mogen aanschuiven. En laten we maar beginnen. Let's go. Ja mensen, daar zijn we dan bij ons team. Het Team of Dreams. Vincent voor mij in de spits. En dus Ronaldo op links buiten. Ik zie trouwens nu dat ik al 1 potje met hem heb gespeeld. Maar ik kan me echt niet meer herinneren wanneer dat was. Ik heb echt geen flauw idee. Volgens mij was dat een keer voor die cup. Voor die FUT Cup. In ieder geval, ik weet het in ieder geval niet meer. Ik heb een koffer. 2,7 miljoen, echt super veel geld. Maar voor de rest heb ik een Eredivisie team waar ik dus helemaal niks aan heb met Ronaldo. Dus ik moet spelers krijgen die zeg maar linken met Ronaldo, zodat die Ronaldo meer chemistry krijgt. En laten we maar gewoon het eerste potje ingaan. Laten we gewoon proberen die hat-trick score met Ronaldo, zodat we aan het heerlijke ratje mogen draaien. Let's do this. Oh, dit meen je niet. Oh, jee, zit er niet mee. Oh, ja, een potje. Let's go. Oké, let's do this. Het is een klein, zeg maar, spelertje. Daar gaan we dan. Als jullie een slecht team, ik heb helemaal niet gekeken. Oh, hij heeft een full zilver team. Oh, dit is wel een hele lastige eerste wedstrijd. Maar ik ga in ieder geval mijn best doen. Hopelijk kunnen we het beste ervan maken. Ja, hij heeft best wel een goed team. Volgens mij eens die rechter zijn, met is die Sandro en Zogbia en Zuccolini of zo. Ik weet niet. In ieder geval, en Zogbia, die was vroeger fucking goed op FIFA. Alleen hij is echt ziek naar beneden gegaan als hij nu eens zilver is. Best zonde. Oké, mensen, zijn we er klaar voor. Het eerste potje van Ronaldo's roulette. En ik word meteen uitgeskild door een soort van roulette. Heerlijk. Ronaldo speelt wel heel anders dan Messi en zo. Maar Messi heb ik wel al redelijk veel gespeeld in FIFA. Maar Ronaldo is veel meer van de longshots. Dus misschien moet ik ook wat longshots gaan proberen. En Ronaldo heeft natuurlijk heel veel pace. En RF! Ja, penalty! In de 4e minuut. Hoppakee, dat wordt het eerste goalje van Ronaldo. Als ik het goed doe. En een rode kaart! Houdoe! Het was een heerlijke actie van Ronaldo. Hij was zo ongelooflijk snel. Heerlijk. Oké, ik ben er klaar voor. Ronaldo, doe maar rechts onder het hoekie. Nee! Oh, dat scheelt echt helemaal niks. Maar de eerste goal is binnen. Let's go. Dat betekent dat we in ieder geval aan de zilveren tafel mogen gaan zitten. Maar dit is echt heerlijk. Oh, dit is een hele slechte penalty. Ja, dit is een hele slechte penalty. Maar hij gaat er wel in. Dus boeien we niet. Gaat hij lieven? Hij is geliefd. Ja, wat nu? Ik vind gewoon, mensen, dat we nu mogen draaien. En daarna doen we gewoon nog een potje. Ik vind dat we dat gewoon gaan doen. Ik wil gewoon lekker aan het zilveren rad draaien. Mensen, we gaan van het zilveren rad draaien. En dan zien we wat daaruit komt. Oké, mensen, daar zijn we dan bij. De eerste keer dat we mogen draaien aan de roulette tafel of dreams. Dit is een zilveren roulette tafel geworden, zoals jullie kunnen zien. En hopelijk wordt het een goede speler. Ik heb geen idee hoe alle spelers heten. Zoals jullie zien staat er bij elk spelertje, zeg maar, ja, wel zo'n plaatje. Maar ik moet alsnog even opzoeken wie het is, want ik ken al die zilveren namen niet natuurlijk. In ieder geval, laten we maar gaan draaien. En dan ben ik benieuwd wie het gaat worden. Deze aflevering is natuurlijk nog geen fiche, aangezien het de allereerste aflevering is. Maar vanaf de volgende aflevering zal er iedere aflevering een fiche zijn. Waarmee ik dus, ja, 5 keer extra kan draaien als ik het fiche krijg. Wat jullie weten wat ik bedoel, want ik heb net uitgelegd. In ieder geval, ik ben er klaar voor. Laten we maar gewoon gaan doen. Laten we maar gewoon spinnen. En daar gaat hij dan. Wat gaat het worden? Het wordt niet minder dan. Rampababam. Niet nul. Nee. Het wordt 23. En 23 is een CDM Spaans. En zijn naam komt nu in beeld. Het is niemand minder dan Fernandes. Ja, ik ken hem persoonlijk niet. Ik heb geen idee wie het is. Maar dat maakt helemaal niet zoveel uit. Fernandes zit er dus bij. Die mag ik toevoegen aan het team. Er komt wel een nieuwe speler in de plaats. En dan gaan we nu gewoon door naar het volgende potje. Zo makkelijk werkt het. Het is allemaal niet zo moeilijk. Het leven is niet moeilijk. Het is maar wat je er zelf van maakt. Door naar het volgende potje. Fernandes is gewoon zo shit dat hij hier niet eens tussen staat. Omdat hij gewoon te laag rated is. Dat is echt pijnlijk. Oké, laten we gaan zoeken. Kunnen we hem vinden? Fernandesje, hoppa. Hij is echt heel slecht. Maar mensen, ik zie de stats nog niet van die zilveren spelers. Aangezien ik zeg maar alleen die kleine dingetjes zie. Jullie hebben de stats wel gezien. Dus jullie zagen waarschijnlijk al van, oh, hij is echt heel slecht. Maar hij is echt heel erg slecht. Hij is echt heel erg slecht. De hoge stat is 65, dat is zijn physical. En voor de rest is alles onder de 60. Ouwe Jan. Je hebt goed gespeeld die ene wedstrijd. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Nu ziet ons team er dus zo uit. We hebben ziek veel chemistry minder. Omdat, ja, nu Fernandes erin staat. Maar Ronaldo heeft nu wel 6 chem. Dat is op zich wel lachen. In ieder geval, laten we maar het tweede potje ingaan. En hopelijk blijft deze tegenstander wat langer. Anders ben je natuurlijk wel een enorme faggot. Let's go. Oh, we hebben vertraging. Hij wil een heel slecht team. Ga alsjeblieft door. Klik door. Je bent fucking shit in FIFA. Oh mijn god, jongens, dit gaat hem worden. Dit gaan 3 goaltjes worden. Kom op. Als mijn team ook niet heel goed. Maar zijn team is ook echt heel erg slecht. Ja! Yes! Een starter team. Yes!
Let's go! Ik ben er klaar voor. Dit gaat hem worden, jongens. Dit gaat de eerste keer dat we aan het speciale rad mogen draaien waar iedereen op hoopt. Oké, let's do this. La Bombonera. Mensen zullen nu wel denken dat ik een enorme Ronaldo-fan ben. Maar dat valt echt wel mee. Ik heb eigenlijk geen favoriet tussen Ronaldo en Messi. Ik vind ze namelijk allebei echt ziek goed. Oh, skillen. Het is alleen jammer dat ik echt totaal niet kan skillen, maar maakt niet uit. Deze man kan helemaal niks aan. Boom! Let's go. Eerste minuut 1-0 voor C. Beter als wie niet liefde trouwens. Dat zou heel vervelend zijn. Je speelt gewoon tegen Timo Di Ronaldo. Dan ga je niet liefde. Dat doe je gewoon niet. Vincent voor mij. Oeh, zat hij bijna tussen met zijn smikkelbeentjes. Trouwens, ik zit nu over nadenken. Als ik 4 keer score met Ronaldo, heb ik nog helemaal niks, zeg maar, als ding. Oh, dit is echt heel makkelijk. Dit is echt veel te makkelijk. Oh nee, ik mis. Snel, Ronaldo, sta op. Ik heb er niks aan met voor mij te scoren of zo. In ieder geval, wat ik dus wilde zeggen. Als ik 4 keer score met Ronaldo, heb ik nog helemaal niks gedaan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keer. Ik heb wel eens 9 keer gescoord met 1 speler. Aubameyang. Maar misschien moet ik doen, als ik 4 keer score, mag ik 1 keer aan het speciale rad. En 1 keer aan het zilver. Nee, 1 keer aan het speciale rad, 1 keer aan het bronzen rad of zo. Is dat wel leuk? Dat je dan zeg maar een dubbele hebt. En dat je dan bij 5 goals 1 keer, hoe heet het? 1 keer speciale rad, 1 keer zilver. Bij 6... 1 speciaal, 1 goud. En bij 7 goals. Dat is echt onmogelijk trouwens. Maakt niet uit. Het moet ook onmogelijk zijn. Want anders heb ik zo al die speciale spelers vrijgespeeld. Oh, en de vraag zal ook wel komen. Wat gebeurt er als zeg maar alle bronzen spelers op zijn? Want er zijn zoveel bronzen BBVA spelers. Dat klopt. Wat ik dan ga doen, dat zien jullie wel als die op is. Op zich heb ik wel een leuk ideetje daarvoor. Maar dan ga ik nog lekker geheim houden. Je moet niet alles verklappen van tevoren. Hé, hey Ronaldo. Ja, ga maar rennen, jongen. Ga maar gewoon rennen. Ga maar gewoon rennen. Ga maar gewoon rennen. Ga maar gewoon rennen. Dit moet een goal zijn. Oh mijn god, heel slecht. Oh, dit is echt heel slecht. Oeh, dat is echt heel slecht, Ronaldo. Hoe kan je dat missen? Dat kan gewoon eigenlijk niet. Oh, 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 dat is echt heel slecht. Ja, 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 ja. Naar binnen, naar binnen, naar binnen. Ronaldo, schiet! Yes, let's go! 2-0. Heerlijk goaltje. Niks mis mee. Ronaldo met de 2-0. Let's go. Oh, heerlijk. Voor mij met de assist weer natuurlijk, want voor mij is het een ongelofelijke beast. Heerlijk goaltje in het dak van het doel. Niks mis mee. Ronaldo, zo, ja, zo ken ik je beter. Zo wil ik je vaker zien. Voor elkaar eigen spelen in de weg lopen. Niet te geloven. Ja, Ronaldo, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, dat moet hangen, dat moet hangen. Met z'n links maakt niets uit, met z'n links maakt niets uit. Jongens, we mogen aan het speciale rad draaien. Yes, let's go! Hoppakee, de eerste aflevering al aan het speciale rad draaien. Terwijl het nog steeds geen rad heet. Mensen zeggen alsjeblieft in de comments hoe het heet. Oké, 3 goals, let's go. Daar ben ik heel blij mee, heel blij mee. Er zitten ook al echt wel zieke informs in. Er zijn ook zilver informs ziek zijn. Zo rechts voor die Williams. Dat is echt een ongelofelijke beast. Die zou ik echt heel graag willen toevoegen aan mijn team. Oh, Fernandes. Fernandes met een debuutgoaltje. Oh, ping! En voor mij! Oh, wat die keeper! Hoe kan dit? Oh, voor mij. Heerlijke kopbal. Ook een heerlijk schot van die debuutspeler. Het is gewoon een goal. Het is gewoon een goal. Ja, het is gewoon een goal. Oh, hij is echt goed. Hij is echt goed. Hij is echt goed. Hij miste 1 kans, wat jammer was. Maar voor de rest is hij echt goed. Hij heeft nu al 4 goals. Dat maakt nu nog niks meer uit. Misschien moet ik vanaf de volgende aflevering die regel invoeren. Dat dus 4 goals dat ik nu ook 1 keer aan het bronzenrad mag draaien. Nee, nee, nee. Damen, wat doe je? Oh, Damen. Je bent echt een beest. Oké, dan gaan we even hierheen rennen. Om even om te draaien. Om nu het buitenkantje recht die bal van binnen te knallen. Oeh, lekker. 5e goal van Ronaldo. Zie. Wist je trouwens mensen dat Ronaldo dit zien zegt, niet zie. Ik las het laatst, toen ben ik erop gaan letten, dan bleek het echt zo te zijn. Want si is ja in het Spaans. En in Portugees, want Ronaldo is op Portugees, is het sim. Want sim is ja in Portugees. Ja, dat wisten jullie niet. Ja, snap je? Yes, dat wisten jullie niet. In ieder geval, we hebben 5-0. Wat betekent dat we aan het speciale rad mogen draaien. Super awesome, ik ben er klaar voor. Heb je video niet geliked, doe het dan zeker. En dan gaan we nu even lekker aan het radje draaien. En hopelijk komt er iets moois uit. Als er niks moois uit komt, ga ik even huilen. Komt er wel iets moois uit, word ik heel erg blij. Let's do this. Oké, mensen, ik ben er klaar voor. Hopelijk zijn jullie er ook klaar voor. En laten we hopen dat het gewoon een super nice speler wordt. Welke speler zou nice zijn? 8 zou super nice zijn, want 8 is die Williams. En eigenlijk zou die al die gouden informs wel nice zijn. Behalve Kroon Daly, hij is echt kak. En die linksmid, eigenlijk zijn alle linksmid kak. Want ik ga niet met een linksmid spelen, maar ik Ronaldo al heb. Voor de rest ben ik overal blij mee. Laten we maar gewoon gaan spinnen. Oké, let's do this. Ik ben er klaar voor. Daar gaan we dan. Kom op, geef me alsjeblieft het goed. Niet op 0. Als je op 0 komt, krijg je namelijk niks. Net zoals in het echt. Alsjeblieft. Nee, niet op 0. Niet op 0. 22! 22 is... Hoe heet die? Voor mij is het Arie Bas, als ik het goed heb. Moet ik even eens kijken voor de zekerheid. Ja, dat is Arie Bas in vorm. Op zich wel decent. Is een prima centerback. Niks mis mee. Die mogen we dus toevoegen aan ons team. En daarmee sluit ik deze aflevering ook af. Arie Bas hebben we dus toegevoegd. En Fernandes. Er komen dus de volgende aflevering weer 2 nieuwe spaces voor in de plek. Natuurlijk. En dan hoop ik jullie dit super awesome hebben gevonden. Vond je de video leuk? Vergeet de video dan zeker niet te liken. Jullie weten hoe het werkt.
2000, 4000, 6000 of 8000 likes betekent iets speciaals wat super awesome is. Ja, als die 8000 likes zouden kunnen halen, zou ik insane zijn. We kunnen het wel, want we hebben het al vaker bewezen. Maar het moet wel heel speciaal zijn, wil het gebeuren. In ieder geval hoop ik jullie dit leuk vinden. Ik vind het in ieder geval super tof om te doen. En ik hoop dat jullie hetzelfde over denken. En dan zeg ik like, video, graag meer tot de volgende keer. En ik zeg doei, later.